natuurlijk weer geschaatst worden dit weekend. Bij de schaatsvereniging in Heumen konden de kinderen op natuurijs schaatsen. Ik vind het leuk, want je kan, je mag niet heel de baan rond, maar je mag wel gaan schaatsen. Dat is altijd heel leuk. Binnen schaatsen kost wel wat geld en dit en niet. En ja, het is nu ook lekker fris hier. De kinderen kunnen al veel. Hard schaatsen, pirouetten maken. Een beetje zweefstand, een beetje rondjes proberen te draaien. Eigenlijk kon ik het voor geen meter, maar ik heb het een paar weken geleden geleerd. Maar is het binnen op een schaatsbaan schaatsen niet veel leuker? Liever buiten, want het is echt natuurijs en zo. En dat vind ik wel bijzonder. Nou, binnen is het wel warmer, maar buiten dan is het wel echt natuurijs. In de vereniging werd er ook druk geschaatst. Op wieltjes. Bij het verenigingshuis daar is nu een rollerdisco van gemaakt, waar je dus heel leuk kan skaten. Maar schaatsen buiten, dat kan niet vaak. Rolschaatsen kan dan weer wel. Wat is nou leuker? Ik vind allebei echt heel erg leuk, maar rolschaatsen nog iets leuker. In de zomer kan je skaten en nu kan je ook een keer in de winter skaten en dat is best speciaal. Ja, eigenlijk liever rolschaatsen, want rolschaatsen, dat hoeft niet per se op het ijs en dat kan je altijd eigenlijk doen.